De douanebond heeft vanmorgen een spoed ALV belegd. De reden hiertoe zijn, naar wat de bond aangeeft, de turbulente ontwikkelingen binnen de dienst en de samenleving. Volgens de vakorganisatie is de maat vol. Voorzitter Joyce de Vlucht zegt dat er binnen de organisatie sprake is van wanorde, willekeur en rancune. Ook geeft ze aan dat de douaneleiding de bond bij niets betrekt. De bond moet via het veld moeten we eigenlijk vernemen dat er maatregelen, een of andere maatregelen, worden getroffen. Er zijn steeds weer dingen, maatregelen, nieuwe maatregelen, die worden getroffen. En wij worden niet in kennis gesteld. Geen beleid, brandjes plus. Dus het beleid dat gevoerd wordt op dit moment, er is geen sprake van beleidsvoering. De Vlucht laat optekenen dat de directe aanleiding voor deze spoed ALV ook is dat de bond de berichten als zouden douaneambtenaren corruptieve handelingen hebben gepleegd niet aan zich voorbij kan laten gaan. Het bondsbestuur had namelijk de dienstleiding op de hoogte gesteld van deze zaak, maar een verklaring is uitgebleven. Ook is het zo dat de maat vol is voor het merendeel van de douaneambtenaren dat het hoofd van de dienst niet accepteert, zegt de Vlucht. Eigenlijk waren we van plan om pas januari onze ALV te beleggen. Vanwege die feestman, hoe je rekening. Maar op een gegeven moment zijn er zoveel klachten binnengekomen. Die mensen worden vreselijk onheus behandeld door het hoofd van de dienst. Die zich stoort aan God nog gebod en zich beschermd voelt door de politiek. Ik ga u zeggen, wat zijn we daarvan? Als je iemand hier zet die zich beschermd voelt door de politiek en die denkt dat niemand aan hem kan komen omdat hij politiek sterk staat, dan wil dat zeggen dat de persoon kan maken en breken. En dat willen we niet hebben. Er zijn allemaal capabele mensen binnen de dienst. De instroom hier is middelbaar en hoger. Dan kan je niet zeggen dat we niets weten hier binnen de dienst. Niemand weet iets. Hij alleen weet alles. We weten niet van de schipvaartwet, onze moederwet. Hij alleen weet alles. Alles Joyce de Vlucht, voorzitter van de douanebond. De bond heeft vanmorgen een spoed ALV belegd vanwege de turbulente ontwikkelingen binnen de dienst, maar meer nog in de samenleving. De bond is nog niet tot een staking overgegaan. De leden hebben de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, de ruimte geboden een besluit te nemen ten aanzien van hun eisen. Ook willen ze graag dat de bewindsman het bondsbestuur ontvangt. De vergadering is verdaagd naar 24 december om 8 uur 's morgens.